en welkom bij Samen Groen. In deze video's gaan jullie van alles leren over duurzaamheid in de gemeente Gulpen-Witte. Vandaag gaan we het hebben over fossiele brandstoffen. En daar komt mijn collega Ilona en die gaan ons daar van alles over vertellen. Hoi Ilona, wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja. Ik ben graag dat ik hier aan meedoen. En je kwam al met de elektrische auto. Ik kwam inderdaad met de elektrische auto. Dat is een deelauto die we als gemeente hebben ingezet. Hij staat op dit moment nog als pilot in onze kern in Mechelen. En iedereen kan daar gebruik van maken. En zo besparen we toch al CO2. Ik ben beleidsmedewerker duurzaamheid. Ik ben eigenlijk heel breed bezig met het thema duurzaamheid. We zijn kijken van wat kunnen wij voor onze burgers doen, dat zij ook kunnen gaan verduurzamen. We zijn bezig met strategische plannen van de regionale energiestrategie. We zijn bezig van hoe kunnen wij in de toekomst aardgasvrij worden. Dus heel breed met het thema bezig en dat is echt een hele leuke baan. CO2 is een hele belangrijke stof. Planten hebben het nodig om te groeien en uiteindelijk wij ook, want wij eten planten. Maar toch is het niet goed dat we nu zoveel CO2 in de aarde hebben. Door het verbranden van fossiele brandstoffen pompen we enorme hoeveelheden in onze biosfeer. En dat is een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. In Nederland hebben wij vastgelegd dat wij in 2030 49% van onze CO2-uitstoot willen verminderen ten opzichte van de uitstoot van 1990. Dus er zijn veel plannen voor nodig om dat te kunnen realiseren. En redden we het dan daarna met die 50% minder? Dan redden we het niet, dan zijn we halverwege. We willen uiteindelijk naar 98-99% reductie van onze CO2-uitstoot. Dus dat is zo goed als niks? Dat is zo goed als niks en dat willen we bereikt hebben in 2050. We hebben hier een samenwerking binnen de regio om te gaan kijken wat willen we binnen de regio en op welke plekken zijn ontwikkelingen mogelijk in de regio. Dat kan je niet als gemeente alleen. Natuurlijk is het wel van belang dat jij rekening houdt met de belangen die in jouw eigen gemeente spelen. Ja, je hebt echt twee soorten duurzaamheid. De technische duurzaamheid, het milieu zo min mogelijk belasten. Een grote stap die we daarin hebben gemaakt is het nieuwe brouwhuis dat we dit jaar in gebruik hebben genomen, waarin we 75% minder energie verbruiken. Maar je hebt ook de maatschappelijke kant van duurzaamheid en dat is hoe ga je om met je mensen en de omgeving waarin je zit. En dat zijn we in de jaren 90 ook mee begonnen door zoveel mogelijk met de regionale boeren te werken. Dus we werken met 25 boeren die in de coöperatie Trilligan zitten en die brouwen of die verbouwen onze brouwgerst. Dat is 450 hectare ongeveer ieder jaar. En dat is 100% van onze brouwgerstbehoefte. We hebben de familie Wouters en Rijmerstok die 4 hectare hop voor ons verbouwt. En daarmee ook een groot deel van onze hopgebruik teelt. En op die manier halen we alles uit de regio. En het voordeel dat dat biedt is dat wij de grondstoffen dus niet over de wereld hoeven te verslepen. Dus het is een stuk duurzamer, veel minder grote footprint. We kunnen duidelijke afspraken maken over in hoeverre er bespoten wordt. Dus, we hebben biologische grondstoffen, maar de rest van de grondstoffen wordt onder milieukeur. Planet Proof heeft dat tegenwoordig geteeld. Dus we kunnen hele duidelijke afspraken maken. Maar je gaat ook iets gezamenlijks opbouwen in de regio. Dus je bent gezamenlijk trots op dat eindproduct. Je kent elkaar goed, je leert elkaar goed kennen. Dus op het moment dat het goed gaat is het alleen maar leuk. Maar als er dingen fout gaan of dingen moeilijk worden, dan weet je elkaar ook te vinden. En dan ken je elkaars situatie. Dus het heeft een heleboel voordelen. En wij vinden dat juist de leuke manier, de extra plussen die je eigenlijk uit het ondernemen kunt halen. Dus we zijn nu met de boeren allerlei plannen aan het ontwikkelen om spelt, rogge, emmertarwe, tritodelium, dat soort granen te gaan verbouwen die er in de loop der eeuwen al verbouwd werden. En die kun je ten eerste heel duurzaam verbouwen, want die hebben allemaal een natuurlijke resistentie tegen de ziektes hier in de regio. Maar ze geven ook een hele gave smaak aan het bier. Dus we kunnen echt bieren gaan maken waar je echt de smaak van de regio in terug kan vinden. Dus er zitten wel een paar hele spannende dingen nog aan te komen. De
De woonwijzerwinkel is eigenlijk om de burger te helpen bij het verduurzamen van je woning. Ik kan me voorstellen dat je überhaupt niet weet waar je aan hoe je moet beginnen. Wij kunnen in ieder geval jou informeren rondom het verduurzamen van je woonhuis. En je staat hier in een winkel, dus we hebben hier allerlei producten om te laten zien, om te laten kijken wat er zoal op dat vlak kan gebeuren. Dus ik informeer jou, ik adviseer jou en ik kan je meteen laten zien hier in deze winkel wat ik daarbij bedoel. En daarmee voorkomen we in ieder geval dat we nog meer CO2 de lucht in gooien. En want daar is het in feite allemaal voor te doen, om die CO2 te besparen. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat jij daar ook een economisch belang en dus minder lasten hebt om maandelijks te betalen. Dat is natuurlijk een mooie bijkomstigheid. Word ik in duister komen, hè? Ik heb de ledlamp op. Ja, dat ook makkelijk. De laatste verlichting brandt. We hebben dus zonnepanelen geplaatst. Die worden toentertijd door de provincie gesubsidieerd. En we hebben ook een subsidie van de gemeente gekregen. En daarmee hebben we genoeg stroom voor eigenlijk alles wat in het clubhuis gebruikt werd. En ook voor de ledverlichting. Dus wat dat betreft zijn we energie neutraal. En samen met de voetclub hebben we hier met offertes gevraagd. En uiteindelijk die ledverlichting gerealiseerd. En daardoor zijn we in het stroomverbruik een stuk teruggegangen en daardoor kunt er met de zonnepanelen dekkend werken. Daarna is dat overgenomen ook in Gulpen. De tennisclub van Gulpen had intussen ledverlichting. De tennisclub van Wielre had intussen ledverlichting. En verder hebben we nog gezorgd dat er zonnepanelen komen in de Pieter Voetbalclub in Wielder. En zelfs bij de voetbalclub in Sint-Nicolaas. Maar dat is buiten de gemeente. U heeft kunnen zien dat er al heel veel initiatieven zijn om de CO2-uitstoot terug te dringen. Misschien mist u er nog wel één? Of heeft u een heel goed idee waarmee we met z'n allen nog meer CO2 kunnen besparen? Deel die ideeën met ons of kijk op de website voor inspiratie wat u nog kunt doen. Tot de volgende keer!